Biodiversiteit heeft alles wat leeft in de natuur, eigenlijk het hele ecosysteem, dus alle boompjes, plantjes, maar ook alle dieren en ook de bodem, het bodemleven. Biodiversiteit is gewoon heel belangrijk, ook voor ons. De groene planten in ieder geval, die maken gewoon de zuurstof die wij ook weer nodig hebben, maar ook het voedsel wat eruit voortkomt, zuivering van water, nou, alles hangt gewoon met elkaar samen. We hebben het echt gewoon allemaal nodig en moet gewoon, ja, gewoon beschermd worden daarmee. Biodiversiteit begint in feite met goed bodemleven. In je achtertuin kan je heel makkelijk met een stukje karton van de supermarkt het bodemleven verbeteren. Hoe doe je dat? Je gaat die tuin in, je graaft je grond een beetje aan de kant en je zorgt dat er compost in komt, in dit geval bladafval. Daarover gaat het gewone karton, plastic eraf halen natuurlijk, dan aarde of een beetje mest eroverheen en grond eroverheen. Wat gebeurt er nu in je tuin? Onder het karton worden alle kruiden verstikt. Die kunnen dus niet meer groeien. Het bodemleven begint aan het compost te knagen. Er gaan wormen komen, er komen pissenbedden, er komen oorkruipers, er komen allerlei beestjes in die tuin. Dat zorgt ervoor dat de bodem weer luchtig wordt, dat er leven in je tuin komt. En daardoor gaat je grondkwaliteit verbeteren. Grondkwaliteit verbeteren betekent dat je planten beter gaan groeien. Betekent dat de leefomgeving van de mens verbetert. Dus in je eigen tuin kan je zorgen voor een betere wereld. We zijn nu in het hertenreservaat. Dat is een afgesloten gebied binnen de gemeente Ede. We hebben hier een wildkansel op laten bouwen. Dat is al heel lang dat hier een wildkansel is. Omdat het afgesloten is, is het echt een rustig gebied, ook voor de dieren. Er mag eigenlijk helemaal niemand inkomen. Ook daar handhaven we heel strak op. Het is wel mogelijk om hier naartoe te gaan. Dat gebeurt vanuit het natuurcentrum. Daar hebben we een samenwerking mee vanuit de gemeente. En dan ga je onder begeleiding van een gids ga je hier naartoe. En dan kun je genieten van het schouwspel en de hele arena voor de wildkansel. En alles wat er langs komt aan dieren, reeën, vossen, dassen, edelherten, wilde zwijnen. Alles komt langs. Wat je hier ziet is het helemaal omgewoeld door de wilde zwijnen. Die zijn hier echt de eemelten van de engelingen en engelingen aan het zoeken. Voor de eiwitten. Ze eten natuurlijk heel veel mast, dus beukennootjes en eikels. Nou, dan krijgen ze pijn van in hun buik en als tegenhanger gaan ze deze eiwitten nemen, zodat ze daar in ieder geval weer van af zijn. En dan moeten ze echt gaan vroeten met die schijf van die neus in het zand. Nou, daar zijn ze gewoon ijzersterk mee en dan kunnen ze echt hele velden kunnen ze gewoon ontploegen. Zo'n ruim een half jaar geleden is hier in Ede de wolf gespot. En dat is echt heel bijzonder, want hij is meer dan 140 jaar geleden voor het laatst hier geweest. Nu is het zo dat vaak de wildbeheereenheid ingeschakeld wordt om zieke dieren af te schieten. Maar nu de wolf er is, kan de wolf zieke dieren, die haalt hij eruit. Want een wolf is in principe een luie jager. En naar het blijkt, blijft ze hier ook. Ze heeft dus voldoende voedselaanbod in het gebied gekregen. En dat houdt onder andere in reeën, jonge dieren, zieke dieren. Waardoor ze blijft. Nou, als je gaat fietsen of wandelen in Ede, hoef je echt niet bang te zijn voor de wolf. Het is echt een superschuw dier, trekt zich terug, laat zich niet zien, heeft ook een enorm goede schutkleur. En als je hem ziet, dat is echt een uniek moment, koester dat en doe verder niks. En fiets gewoon weer verder. Nou ja, we hebben natuurlijk die heide hard nodig. Het is enorm vergrast geweest, maar zoals je hier om je heen ziet is het bijna 100% heideveld weer. Het is een hele sterke plant. Wij dachten echt met die drie hete zomers, nou het is gebeurd met hem. Maar afgelopen jaar was hij weer zo ontzettend mooi paars. En daar komt het publiek ook op af natuurlijk. Hè? Mooie heidevelden, mooi paars. Schitterend. Nou, de schaapskudde is zeer belangrijk voor het opslag wat hier anders gaat groeien. Vooral die Amerikaanse vogelkers en andere soort boompjes wat hier terechtkomen om die weg te laten vreten. Door de schaapskudde. En anders is het gewoon binnen 20, 25 jaar helemaal dichtgegroeid met opslag. En ook vooral die Amerikaanse vogelkers, die prunes, die wil je niet in je terrein hebben. En dat gaan hun ook tegen. Iedereen is gewoon echt van harte welkom in de bosgebieden. Maar blijf op wegen en paden, verstoor het wild niet. Zodat we er nog zeer lang van kunnen genieten.